15 functionarissen zijn op 27 maart aangehouden en in verzekering gesteld wegens mogelijke betrokkenheid bij ernstige mishandeling van arrestanten in het cellenhuis Gersvliet. Het onderzoek in deze zaak wordt gedaan door OPZ en wordt aangestuurd door het Openbaar Ministerie. De rechtercommissaris oordeelde dat twee verdachten onrechtmatig in verzekering waren gesteld. Het Openbaar Ministerie is het oneens met deze beslissing en gaat hiertegen in beroep bij het Hof van Justitie. De verdachten blijven in afwachting op de behandeling van de zaak in hoger beroep aangehouden. SAO heeft afgelopen vrijdag 8 jubilarissen in het zonnetje gezet in verband met trouwe dienstjaren die variëren van 10 tot 30 dienstjaren. Als blijk van waardering en dankbaarheid hebben zij een welverdiende gratificatie ontvangen. De voorzitter van het bestuur, Naomi Isaias Frieperson, wees op de belangrijke bijdrage van het personeel aan de taakstelling van de SAO, die als werkarm van het ministerie van AWJ alles in het werk stelt om gedegen vaktrainingen aan te bieden aan de samenleving, in het bijzonder jongeren. Minister Stephen McAndrew en zijn technische delegatie van ROM hebben zich afgelopen zaterdag georiënteerd in Brokopondo, waar er aan illegale goud- en zandwinning-exploitatie wordt gedaan. DC Ludwig Mendelssohn heeft aandacht en ondersteuning gevraagd voor het dorp Compagnie Creek. De bewoners daar maken zich enorm zorgen over de gezondheidssituatie. Ze vrezen namelijk voor ziekte van Weil, malaria en dengue. De oriëntatiewerkzaamheden van ROM zullen oplossingsgericht worden voortgezet.